Lies Walhout, ouderling bij de Geerderskerk in Kloetingen. Van de week 800 jaar geleden werd de Geerderskerk, of in elk geval de kerkelijke gemeenschap, in Kloetingen voor het eerst genoemd. Wat voor een document was dat? Dat was een oorkonde van paus Innocentius. En daar werd vastgelegd dat er hier een geloofsgemeenschap was. En er werd ook verwacht dat we dan tiende gingen betalen. En dat zijn? Dat is een soort belasting, hè? Tiende van de opbrengst, de oogst bijvoorbeeld. Ik denk niet dat het al gelijk over geld ging, maar meer over goederen. Dus dat is het eerste wat we, tenminste zo hebben we teruggevonden. Dat is een beetje een merkwaardige entree. Je begint de kerk en die gaat gelijk belasting hebben. Ja, ik weet niet of dat zal wel gebruikelijk geweest zijn. Ja, ergens moest er ook middelen zijn. En weet jij wat Kloetingen toen voor gemeenschap was? Het is heel lang geleden, maar is er iets over bekend? Wat wij terug kunnen vinden, dat is dat het voornamelijk schaapherders waren. Die dus eerst in de zomermaanden, wanneer er hier wat meer land droog lag, de schapenhoeden. En er werd steeds meer, ik denk dat het dus, het werd opgehoogd. Hè? Alle wegen hier naar de kerk lopen omhoog. Dat is allemaal dus ook de mest van de schapen, zeggen ze. En die herders, die bleven dus steeds langer. Dus daar werd een gemeenschap gevormd. En ik denk dat toen vooral heel belangrijk werd, wanneer een aantal mensen bij elkaar wonen, dat er ook een kerk kwam. En wat heeft die kerk gedaan in die tijd hier? Dat zou ik niet echt durven zeggen. Nee, dat weet ik niet. Nee, nee, want van andere plaatsen weet ik dat ze bijvoorbeeld een rol hebben gespeeld bij de bedijkingen en zo. Dat denk ik zeker wel, maar dat durf ik niet, met zekerheid te zeggen. Ik denk het wel, want... Wanneer stond hier voor het eerst een gebouw wat de functie van kerk had? Ja, men vermoedt zo rond 1100. En wij weten dus van het oudste gedeelte van 1275. Maar men denkt ook dat er al iets stond voordat het dus in Utrecht die oorkonde kwam. Want dan gingen dus mensen van de kerk... Die ging op een gegeven moment naar Utrecht, maar niet voor één plaatsje. Die namen er verschillende mee. En van dat moment was je officieel, maar waarschijnlijk was het al eerder. En het oudste deel van de kerk, zoals wij die kennen, is het 1275. Ja, het Noorderkoor. En vroeger noemde men dat de Mariakapel. Ja. En de kerk zelf, van wanneer is die? In zijn totaliteit van rond 1600. Helemaal klaar. Dat is heel oud. Ja. 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 Waarschijnlijk een van de oudste gebouwen hier in Kloetingen ook, denk ik. Ik denk het wel. Ja, zeker wel. Ja. Nou is het een hele grote kerk, hè? Voor een klein, kleine plaats. Hoe komt dat? Nou, wij vermoeden dat het in beginsel dus een belangrijke kerk was voor de katholieke gemeenschap. Iets belangrijker zelfs nog dan Goes. Dat is later veranderd. Maar wat dat voor reden heeft om zo'n grote kerk neer te zetten, want we denken dat er natuurlijk toen ook maar nog maar weinig mensen woonden, dat weet ik niet. Is dat eigen eer? Ik weet het niet. Waarom? Niet praktisch altijd, laat ik het zo zeggen. Nee, over praktisch gesproken, hoe gaat het nu met het gebouw en het onderhoud en het gebruik? We gebruiken hem wekelijks. De kosten, dat wordt moeilijk. Dat wordt steeds moeilijker. Het bedrag moet opgebracht worden door steeds minder mensen. Oudere mensen, voornamelijk. Het gaat nog steeds. We hebben nog steeds een functie van 100% predikant. En kerkelijk werker samen. Gemiddeld 100 mensen zondags in de kerk. Groot aantal vrijwilligers. Ja, we draaien nog. Ja. En de Geerderskerk is technisch, zeg maar, als gebouw nog goed? Ja, dat wordt natuurlijk gecontroleerd, hè. We hebben ieder jaar kom monumentenzorg kijken, binnen, buiten. En ook de toren, maar de toren is van de gemeente Goes, hè? De burgerlijke gemeente. Dus dat wordt gecontroleerd en wanneer dat nodig is, krijg je advies om wat dan ook te laten doen. Meestal is dat een tijdsperk van een aantal jaren, waardoor je ieder jaar iets doet. Ja.
veel plezier bij de volgende 800 jaar. Ja, dankjewel. Dat zou mooi zijn. Ja.